Breda Nu. Je weet het meteen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hanos ISPC Breda. Bij Smaakmakers, het programma waarin we aan de hand van een bijzonder gerecht een bijzonder persoon leren kennen. En deze week is bij mij te gast Tjaart Gimbrere, al 33 jaar actief in de advocatuur, ook in Breda. Ik wilde graag jou vertellen, welkom allereerst. Dankjewel. Leuk dat je hier bij ons bent, geweldig, in de Hanos. Ja. En kan je kort wat vertellen over jullie kantoor? Breda, hè? Ja? Echt een Breda's kantoor inmiddels. Hoek van de Baronielaan 1. En hoeveel mensen werken daar? In Breda zijn we met ruim 20 mensen. Het totale kantoor is 22 advocaten op dit moment. Oh, wauw. Nou. Ja, ook Amsterdam en Spanje erbij. Ja, dus, ja. Niet alleen Breda. Nee, maar in ieder geval, je geeft een beetje smaak aan de advocatuur, denk ik zo. Heb ik hier en daar al begrepen. Maar ook Dankjewel. Nog aan heel veel andere creatieve, ondernemende initiatieven. En daar gaan we het vandaag over hebben. Leuk. Graag. Maar niet voordat we onze handen uit de mouwen hebben gestoken. Ben je een beetje een keukenprins? Of, ja, geweldig. Ja? Joh. Nee? Dan moet je aan mijn dochters vragen. Okay. Bruine bonen en vier. Vier dochters? Vier dochters. Oh, ja. Wauw. Ja. We gaan hier de keuken in en we Leuk. Gaan een beetje iets doen met jouw passie voor Spanje. Want we hebben iemand bereid gevonden. Sam Momi van Tapasbar Plan B op het Kerkplein. Super. Mooie, en, mooie gelegenheid. En die gaat Spaanse hapjes met ons maken. Leuk, dus. Leuk. Ga jij mij voor richting de keuken? Geweldig. Doen we het zo, ja? Ga je mee met me? Ja. Oké. Dag Sam, hallo. Goeie. Mag ik jou voorstellen aan Tjaart? Heel graag. Hey, hi. Ik ben Tjaart. Samad. Leuk. Hoi. Tjaart is onze smaakmaker deze week en hij gaat met jou koken. Heerlijk. En hij heeft hem begrepen al, hij heeft wat advocatenkantoren in Spanje, maar hij heeft ook een grote passie voor Spanje, dus ik denk ook wel een beetje van Spaans eten. Heerlijk, ja. Ja. Ik ben heel benieuwd. Dus hij gaat jou helpen. Ja. Heel goed. Plan B, tapasbar Plan B aan het Kerkplein in Breda. Kasteelplein in Breda. Kasteelplein in Breda. Ja, heel goed. Ja. Kan je mij daar wat over vertellen, over jullie zaak? Uiteraard, Plan B, waar ik dus al jaren werk, is een klein, maar gezellig tapasbar, waar heerlijk gekookt wordt. Met name wat we daar doen, we zijn gespecialiseerd in kleine tapas, zowel vlees als vis. En dat gaat supergoed. En vandaag gaan we iets maken wat daar op de kaart staat. Exact, helemaal waar. Ik ga vandaag twee dingen doen. Dit ruikt zo lekker. Dat is, ik duik er met mijn neus bijna in. Zo lekker. Ik kan alleen maar dat ruiken eigenlijk. Ja, dat klopt. Dus, en dit is ook een basisingrediënt in jouw keuken, neem ik aan. Dit is samen met knoflook, rode knoflook. Bij ons vormt dit de basis. Ja. Het is niet moeilijk, je hebt ook geen toverwerk nodig om toch smaak aan je gerechten te geven. Nee. Door middel van natuurlijke, simpele ingrediënten kan je zoiets op tafel toveren. En vandaag gaan we dat dus ook gebruiken, maar in welk gerecht? Vandaag welk gerecht? Vis, maar ook vlees. Oké. Okay. Ja. Ga ons meenemen de winkel in en dan gaan we de boodschappen halen. Gaan we doen? Ja? Gaan we doen. Jij kent de weg, dus Tjaart en ik volgen je. Prima, hartstikke goed. Ik heb er zin in. Ik ook. Helemaal goed, wij lopen. Ja. Maar welke pompoen? Dat is dan de vraag. Ja, dat is inderdaad de vraag. En wat ik vaak gebruik is niet de grootste maat, maar ook niet de kleinste maat, maar de middelste. Dat is het kenmerk hiervan, is dat hij lekker zacht is. Je hoeft hem heel even te blancheren, kort koken in het water met zout. Dan is hij zacht genoeg om gemarineerd te worden. Ja. Ja. De flespompoen. De flespompoen mag je niet noemen. Ja. Okay. Deze meenemen gaan? Ja, helemaal goed. En dan ben ik heel erg benieuwd, Sam, naar de knoflook die je gaat gebruiken. Want de knoflook die ik ook vaak gebruik. De knoflook kunnen we daar vinden, dus we gaan daarheen lopen. Neem de kar maar mee. Ja.
Maar dat denk ik altijd. Als ik denk aan tapas, denk ik, oh, die knoflook. Dat is inderdaad zo. Je kan mij s'nachts wakker maken voor het knoflook. Ja. Dat is het inderdaad. Dat zijn ze, de knoflooken. Ja. Maar ik zie er een heleboel verschillen in. Dat klopt. Leg eens uit, welke ga je gebruiken en waarom? Ja, dat heeft u goed gezien. Je hebt inderdaad hier, zoals ik zie, drie kleuren. Je hebt de witte, de rode kleur, dat is de meest gangbare. Ja. Dat is ook, moet ik zeggen, toch ook de prijzige. Dat is een goedkopere variant. Oh, oké. Okay. Waar komt die vandaan? Deze is vaak mediterraans. Oh, ja. Spaanse mensen, Italianen, die gebruiken het heel vaak. Waarom? Het is ook het aroma hiervan is heel sterk. Dus je hebt maar een klein beetje nodig en dan krijg je dus knoflook smaak heel snel. Dus in tapas bar heb je deze? Dit is, moet ik eerlijk zeggen, een onontbeerlijke product bij ons. Ik werk hier elke dag mee. Wat is de prijs? Ja. Dit is de prijs. Laten we die dan meenemen. Prima, dat vind ik hartstikke goed. En dan gaan we nog gambas halen, denk ik. Gambas, inderdaad, ja. Goedemiddag. Ja, ik geef hier zo, maar ik wil een vraag aan jou. Ja. Dit is die ijskoud. Heb jij een lange onderbroek aan? Dat is ijskoud. Nee, wij zijn dat gewend. Heb je dat gewend? Kijk, we hadden echte mannen. Oké. Ja. Gelukkig. En ik had een vraag over de gambas zelf. Ja. Wat wij bij Plan B vaak gebruiken zijn de tijgergambas. Ja, tijgers. Maar volgens mij zijn daar ook heel veel varianten van. Ja, groot, klein, maar ook in kwaliteit. Dat klopt. Je hebt in principe wat hier allemaal ligt, zijn allemaal black tijgers. Dat wil zeggen dat het zeewaters zijn. Ja. Klopt. Dan heb je verschillende maten. En dat is eigenlijk hetzelfde. Al de kwaliteiten zijn gelijk. Ja. Black tijgers uit de kwekerijen. Alleen de maten verschillen. Dat gaat van 6,8 heel groot tot 31,40 per lbs in het klein. En deze kwaliteiten die u hier heeft, waar komt die eigenlijk vandaan? Dit komt allemaal uit Bangladesh. Dat zijn kwekerijen. Ja. Oh, ja. Ja. Goeie vraag. Zullen we hem meenemen? Laten we hem meenemen zitten op de kar. Of dan ga jij alvast de voorbereiding gaan treffen. Gaan we doen. Succes. Dat zijn de beste. Ja, dankjewel. Ja, succes ermee. Bedankt. Bedankt. Dag. Ga je mee? Goedemiddag. Goedemiddag. Stefan Waaiers, aangenaam. Marieke, anders gezegd. Super, hoi. Stefan, aangenaam. Leuk. Welkom. Wij komen wat proeven bij Spaanse tapas. Hartstikke mooi. En ik heb gehoord, jij gaat ons verrassen. Ja, ik ga op onze wijnafdeling ga ik bier schenken. Vraagteken, vraagteken. Moet niet veel gekker worden, hè? Nee. Even een weetje. Het eerste boek wat ik hier las, 24 jaar geleden toen ik hier net een week in dienst was, dat ging over Belgische bieren. Ja. Naast de wijn, uiteraard, hè, want dat is ook mijn vak, ben ik me een beetje thuis, privé gaan verdiepen in de Belgische biercultuur. Heel veel geproefd, heel veel gelezen, veel gezien. Dus vandaar deze keuze. Dus we laten ons verrassen. Ik ben benieuwd. Kurktrekken in de Spaanse hapjes. Ja, inderdaad. Ja, ja. Proefondervindelijk vastgesteld dat het bijzonder goed gaat. Ik kom wel heel dichtbij staan. Ah, dat is goed. Ja. Heel snel een sok te kunnen nemen. Lijkt me heerlijk. Ja. Ik zal het bier even noemen. Het is de Troubadour Magma. Okay. Het is een triple bier met IPA accenten. IPA misschien wel eens van gehoord. Maar het zijn extra gehopte bieren. Maar iets meer bittere tonen, fruittonen, echt bier met body. Ja, als je naar mij had gekeken, zag je dat ik absoluut niet wist wat je zei, maar dat ik het inderdaad nooit van gehoord heb. Eerst maar proeven. Ja. Altijd ervaren, hè? Precies. Oh, heerlijk. Het naam al, Troubadour. Ja, Magma. Ja. Moet je ook altijd zo heel explosief voorzichtig in schenken. Ja, absoluut. Is alleen om te proeven? Wie gaat het proeven? Ja? Eerste dames, hè? Eerste dames, ja, alsjeblieft. Ik spreek niet tegen. Hè? Nee, absoluut niet. Nou ben ik ook benieuwd. Ja, wel een redelijke smaakexplosie. Ja, dat is toch? Het is niet een biertje waarvan ik denk, dat drink ik elke dag. Nee. Dat is ook, denk ik wel, zit ook wel redelijk wat alcohol in. 9%. Dus dat wil wel. Ja. Het is geen pilsener, dat onderscheid wordt wel eens vergeten. Men denkt vaak, oh, bier is pilsener. Maar nee, pilsener is een biersoort. Nou, de grote bekende merken, die kennen we allemaal. Geen reclame, mogen maken. Ik zeg helemaal niks, gelukkig. Maar ik ga en wat wij hier op het Bredaanse Jazz Festival drinken, dat is over het algemeen gewoon pils. Ja. Maar dit is dus duidelijk een heel ander biertype. Ja.
Proberen het ook zo goed. Het is niet de bedoeling om in één keer op te drinken. Zou ik niet doen. Ik zou het doen. Ik moet nog werken vanavond. Tot een hele vrolijke bende. Ruiken eerst. Ja. Nou. Ja, heerlijk. Machtig, hè? Mooi. Zo. Ja. Machtig. Tweeledig. Ja. Machtig. Ja. Zou goed kunnen bij Spaanse tapas of zo, denk ik. Ja, dat schat ik in. Om er eens iets te noemen, hè. Nou, dan pakken we een fles in. Ik vind het een goed plan. En dan zetten we hem even goed koud. Ja. En dan mag Tjaart de keuken in. Dus gaan we eens kijken hoe dat gaat, hè. Nou. Mag ik er even mee nemen? Laat die maar staan, want ik heb ontzettend een dossier. Ik nodig je uit om even wat te komen eten, weet je. Hartstikke leuk. Ja? Goed, tot zo. Jo. Dag. Sam. Hi. I'm back. Ik heb een schort aangekregen. Hoi. Dat is heel mooi, hè? Ik heb goed nieuws. We hebben een heerlijk biertje meegenomen uit de wijnkelders van Hanos. Lekker. Dus daar had je niet op gerekend, hè? Nou wel. Ja. Toch wel. Maar het is heerlijk bier, het heet Troubadour. Ja. Dus zullen we die even koud zetten? Ja, dat is goed idee. Goed idee. Nee, okay. Maar ik hoop dat het daar ook mee kan, maar ons werk. Ik had persoonlijk wel een beetje op een lekker Spaans wijntje gehoopt. Maar ja. Belgisch bier kan ook, hè? We doen net wel wat Spaanse wijn. Als het maar lekker is. Als het maar lekker is. Dat zeker. Dan heb ik dus mijn eten al, mijn tapas al voorbereid. Ja, nou ik laat jullie, want ik ga eventjes even weg. Ja. Ik laat jullie even dat doen en heel veel plezier. Hè? Hartstikke goed. Dank je. Prima. Dank je wel. Zal ik mijn mouwen maar opstropen? Dat zou ik maar doen, inderdaad. Verstandig, hè, voor het spetteren. Het is heel verstandig. Je gaat aan het werk, hè. Oh my god. Kijken hoe het in de keuken naartoe gaat. Als mijn kinderen maar niet zien wat ik doe, want die geloven het niet. Oké, nou. We gaan het proberen. Hier gaat het dus om. Oké. Okay. Dit, dit zijn dus onze gamba's. Hè? Die heb ik dus mooi op een spiesje. Oh, dat heb je al gedaan, hè, toen wij... Ja, inderdaad. En daar heb ik ook nog... Onze morse spiezen. Dat zijn van die mooie spiesjes. Het vlees, dat is de ossenhaas. Op zijn mors gekruid. Dus de knoflook van net, die ga je dus echt proeven. Hij overheerst niet. Kunnen we opschieten? Dat is belangrijk. Ik heb er zin in. Ja, oké. Hartstikke goed. Ik zou zeggen, je hebt toch je mouw omhoog. Ja, zal ik zo verder doen? Kijk eens, wat een klus voor je. Wat ga ik ermee doen? Alsjeblieft. Dan ga je dus als je wil schoonmaken. Dan moet ik laten zien hoe het moet. Als jij nou de eerste helft doet, doe ik de tweede helft. Eén ding is daar heel belangrijk bij. Het is een hele scherpe mes dat je uitkijkt. Ja. Ik heb een brilletje bij me. Dus voor je vingers. Ja. Het is echt een hele scherpe mes. Ja. Dus wat ik vaak doe, doe ik meer of even de helft. Ja. Zoals je kan zien, mijn vingers altijd achter het mes. Niet eronder dus, hè? Kijk. Niet verstandig. Nee. Doe ik dit. Dan heb ik een mooie basis, zo de pompoen kan stabiel staan. Okay. Ja, en dan ga ik gewoon deze beweging schillen. Ah, maar die ken ik. Ja, en dan ga je dus helemaal verder. Totdat hij helemaal deze kleur krijgt. Ja. Schil weg. Ja. Heerlijk, gaan we naar gang. Dat is een heel goed mes. Dat is echt een hele scherpe mes. En een hele goede pompoen ook, zie je dat? Ja. Goede kleur. Wat ik wel kan doen is een vaatdoekje hieronder zetten, zodat de snijplank wat stabieler is. Ah, ik vind het zo lekker zo. Ja? Ja, is goed. Lekker een beetje bewegen. Ja. Dit er ook al zo? Ja, duw wel goed inderdaad. Met duim erachter. Ja, hij gaat heel goed. Ja, is helemaal goed. Ja, kijk eens. Het is echt juist. En nog een paar stukjes zo. Exact. Ja. Ah, daar had ik mijn mouwen niet voor hoeven opstropen hoor. Exact. Pas op met die vinger daar. Ja, heel goed. En nu graag de helft, zodat die... Oké. Okay. Juist. En dan gaan we naar de binnenkant. Daar heb je zo. Ja, exact. Heel goed. Ja, nu zal ik eens laten zien dat ik echt wel weet wat ik doe. Echte kok. Ja. Uitkijken voor... Ja, uitkijken. Dat is echt een hele vaak les. Heb je pleisters bij de hand? Volgens mij beter een lepel om die pitjes eruit te halen. Heb je die bij de hand? Die heb ik niet bij de hand. Maar ik weet dat ze hier ergens zijn. Oké. Okay. Ja. Ik kan daar helaas niet bij. Maar ik zie dat je inderdaad heel voorzichtig bent. Dus ik maak geen zorgen om jou. Nou, ik maak mezelf wel een beetje zorgen. Ja? Ja. Okay. Nee, doe ik nooit. Ja? Zorgen maken is niet zo verstandig. Nee. Het leven is niet nodig. Dat is oké. Okay. Er zijn allerlei soorten zorgen. En meestal heeft het geen zin om ze te maken. Okay. Dus ik kan beter verre van blijven dan zorgen.
gaat heel goed. Ja, het gaat hartstikke goed. En wat ga je direct mee doen? Dit, zodra dus de pitjes daar weg zijn, ja, gaan we dat in niet te dunne plakjes snijden. Oké. Okay. Daarna gaan we dit eventjes blancheren. We zeggen dus kort koken. Ja. Kan zijn in een poedbouillon, gewoon in een soort bouillon. Mm-hmm. Maar ook in gewoon water met een beetje zout. Oké. Okay. Ja. En dit is dus echt een Spaans recept? Dit is echt, ik moet eerlijk zeggen, dat is dus Spanjaarden gebruiken dit heel vaak. Ja? Maar de Italianen, die doen dat precies hetzelfde. Ja. Altijd de Italianen. Ja, dat kan daar ook niks aan doen, maar het is zo. Oké, okay, ja. Nu een kleine stukjes. Ja, nu dus. Ja. Je kan het ook zo snijden, inderdaad. Ja. Zo goed. Ja. Ja. Ik doe het altijd aan de andere kant zo. Ja. Maar wat u nou doet, is ook heel goed. Wat ik u trouwens vrolijk doe, is dan tchuk. Maar dat doe ik liever niet. In dit geval is dat niet nodig. Nee. Dat u gewoon, u snijdt in blokjes, dus liever niet. Oh. Ja, nee. Dat gewoon plakjes. Als jij nou eens even laat zien. Ja. Wat nog beter werkt dan blokjes. Wat ik vaak doe, is gewoon... Zulke schijfjes. Schijfjes, een soort plakjes. Schoolbakschijfjes. Ja, kijk. Hè? Kook je makkelijk en daarna kan je ook heel makkelijk marineren. Oké. En wat is het nadeel van de blokjes? Blokjes, dat is, ziet er anders uit, maar kan je het ook natuurlijk wel eten. Ja, maar het is anders. Dat gebruik je om anders te presenteren. Dus minder verleidelijk. Ja. Minder aantrekkelijk, blokjes. Nou, dat wil ik niet zeggen, maar dit staat beter, vind ik. Ja. Het is wat sexier, zeg maar. We gaan een soort Spaans sexy eten maken. Bij sexy denk ik aan iets anders, maar oké. Ja. Dat, Kom ik gelijk in de rente. Ja, daar ben jij. Dat was mijn cue, hè? Je bent even weg geweest. Ik ben benieuwd hoe dit er dan uit gaat zien als dat straks gemarineerd is. Zal ik je even laten zien hoe dat uiteindelijk ruimte komt te zien? Daar heb ik natuurlijk dus voorbereid en in de koeling weggezet. Het is daar in de keuken te halen. Ja, vind ik leuk. Even kijken. Een hele bijzondere Spaanse kruiden. Oh, jij kan het wel recapituleren hoor, maar dat wil niet geïnteresseerd in mij. Dit is dus hoe het uiteindelijk eruit komt te zien. Okay. Plakjes worden iets dunner. En je ziet hier de basilicum, olijfolie, heel klein beetje knoflook zit erin. Mm-hmm. Heerlijk. En zoals je ziet is dit gewoon heel zacht, dus je hoeft een klein beetje zo te doen en dan kan je er doorheen. Ja. Dat gebeurt door het marineren, dat ze zacht is. Dit marineren geeft met name de smaak. En garen moet ook. Ja, garen, je hebt wel gegaard ook een beetje. Precies, ja, dan moet je voorgaren. Kan je het verder alleen af? Want dan ga ik Tjaartje vast naar de tafel sturen. Ja. Mag jij aan tafel? Je moet echt eerlijk zijn, of het alleen nog. Ik mijn best. Okay. Ik kan het ook. Zie ik jou straks? Ja, oké. Okay. Want ik doe nog ik ga die kant op, Ja. Want ik noemde in mijn intro Tjaart al naast advocaat een creatieve ondernemer. Hij is van alle markten thuis. En zo bedacht hij bijvoorbeeld vorig jaar het Gimbrere Theater. Bedenken is één ding, maar het ook dan daadwerkelijk in anderhalve maand uitvoeren... is een tweede. En dat deed hij. Een podium voor inspiratie. Alles kan en alles mag, als het maar inspireert. En we kijken naar wat leuke beelden van iets wat daar in het afgelopen jaar al heeft plaatsgevonden. Goedenavond allemaal. Straks lekker een hapje. We zagen net wat beelden van het door jou in het leven geroepen, geopende Gimbrere Theater. Okay. Het Vestzak Theater hoorde ik ook in de wandelgangen. Vestzak Theater? Ja, dat las ik ook in de krant. Ja, de stem heeft het zo genoemd. Ja. Ja, vond ik wel een leuke naam. Want het past net niet in je vestzak, denk ik. Maar, Nou, we kunnen 70 mensen in of zo. Ja, hoe is dat? Vertel, hoe kwam dat zo? Ga je me geloven als ik het stel? Ja, tuurlijk. Ja. Nee, het hoort bij ons advocatenkantoor. Ja. Hè? Ja. Het is dus geen openbaar theater. Het is echt op uitnodiging. Wij nodigen mensen uit, of relaties ons nodigen mensen uit.
En we hadden daar 1,5 jaar geleden een borrel. En dat was zo'n hele kale, kille ruimte. Ja. Kan je iets meer voorstellen, zo'n vergaderzaal. En we hadden een borrel en ik stond met een paar mensen te praten. En de akoestiek was waardeloos. En we zaten zo te praten, we hoorden elkaar genezen. Oh. En toen dacht ik, en zei ik ook tegen degene met wie ik sprak, van joh, weet je wat ik ga doen? Ik moet gewoon hele mooie gordijnen ophangen. Van die pluche gordijnen. En toen dat had gezegd, dacht ik, ja joh, maar dan moet ik er ook een theatertje van maken. Hè? Ja. Toch logisch. Ja. Ja, als je begint bij de gordijnen. Dan, en toen dacht ik, wat een briljant idee eigenlijk. Oh, wat een leuk idee. En dan kan je twee dingen heb doen. Heb je dat vaak, dat je van jezelf denkt, jee, wat een briljant idee. Nou, nee, zo arrogant ben ik niet hoor. Maar, Nee, oké. Maar ik had wel zoiets van, dat, als je iets verzint, kan je twee dingen doen. Kan je, zoals mensen heel vaak doen, denken van, nou ja, kan niet. Ja. Waarom zou ik het doen en wat heeft voor nut? Ja. Of ik kan zeggen, ja, ik verzin het niet voor niks, het komt uit mij. Ja. Ga kijken of het kan. En ja. Ik werd soms wakker. Toen hadden we behoorlijk een drankje gedronken. We hadden een hele leuke borrel gehad trouwens. En toen dacht ik, ja, het is een heel goed idee. Een leuk idee. Ja. En de volgende dag ben ik begonnen. Heb ik iemand gevonden die mij geholpen heeft om het in elkaar te draaien. En een maand later hadden we in te richten, of het te verbouwen ja. Ook echt. Ja, ja, helemaal ja, verbouwd. Ja, ja. Het is plush. In de stem stond een hoerig theater. Nou ja, dat... Ik had tegen zelf... het hoerige aan, stond er. Ja, nou, ik had het zelf gezegd, maar dat bedoelde ik natuurlijk nee. Niet. Hè. Dat was meer nee. Om het... Ja. Ik... Maar ja, rood, plush, ja. Beetje ja. Wel geïnspireerd ja. Op iets, toch? Ja, ja. En ik, een beetje de Moulin Rouge, de begin vorige eeuw. 20, jaren ja. 20, 30. En ik kende het woord burlesque toen nog niet, althans, ik wilde toen even niet kennen, maar ik vond het andere woord leuker. Ja, dat ik dat aan de stem had gezegd, ja. En ja, dat is nu een... We hebben een première gehad toen met Peter Faber. Ja. Dus in principe alles is mogelijk. Van muzici tot muzikanten ja. Tot... Ja. Ja. En jullie organiseren dat dus zelf? We doen heel veel zelf, altijd vanuit ja. Je, ja. 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 We bedenken met elkaar als team gewoon iets moois. Of ik ontmoet iemand die ik boeiend vind. Ja. En bijna iedereen is boeiend, hè. Vergis je niet. Als je goed luistert, hebben mensen zulke mooie verhalen. En wat we dan doen is proberen dat op het podium te krijgen. Ja. A, om mijn mensen te inspireren. Maar je ook eigen team. Mijn eigen team. Ja. Ik wil gewoon dat daar leven is, dat daar enthousiasme is. Dat mensen begeisterd worden door de creativiteit van andere mensen. Of ja. Door de inspiratie van andere mensen. En ook mijn relaties of mensen die ik nog niet ken, maar die het leuk vinden om een keer bij te zijn. Om dat dan te kunnen aanbieden. Nou ja, het ziet er heel leuk uit. Dus ik ga hem aanbevolen een keer. Je moet er komen, dus, ja. Ja, het ziet er leuk uit. En ik ben ook altijd zelf wel heel erg van... mensen verbinden en inspireren. Ja. Dus ik vind het een heel mooi initiatief. We zitten hier Spaanse hapjes te eten, omdat je dus ook actief bent in Spanje. Ja. Ja. En kan je mij vertellen waarom dat is 8 jaar geleden begonnen? Waarom? Ja. Nou, net hetzelfde als met dat theater. Ja. Echt waar. Dat is... Altijd vanuit eigen interesse, inspiratie, ja. Behoefte. Ja. Nou, dat probeer ik ook met mensen altijd uit te leggen. Van het moment dat je iets bedenkt, dan komt het ergens vandaan. Negeer het niet. Nee. Je hoeft het niet meteen uit te voeren. Maar denk wel van, het komt ergens aan. Waarom komt dat bij mij binnen en waarom zou ik dat willen? Ja. Gooi het niet weg, maar ga ermee aan de gang. En ik kwam in Barcelona met een relatie bij een bedrijf uit Eindhoven. En die hadden een gigaprobleem in Spanje. Advocaat in Barcelona. Ik zei, Theo, ik ga met je mee. Ik denk, joh, heerlijk toch, even in Barcelona. Ja. Of 9 jaar geleden. Nee, 11 jaar geleden al, joh. 11 jaar geleden. En ik heb daar met de desbetreffende advocaat zitten praten 3 uur. En die heeft me uitgelegd wat hij deed. Toen liep er de weg, zei Theo tegen mij van, joh, vertel eens wat vind je ervan? Ik zei, joh, ik begrijp er niets van. Terwijl het in principe hetzelfde vak uitoefent. Ja. Maar de Nederlander wil een strategische oplossing. En een Spaanse advocaat, daar ben ik inmiddels achter, is iemand die de wet kent. En als jij met je verhaal komt, zegt hij, zo zit de wet, dus gaan we doen. Ja. Maar Theo wilde helemaal niet zo, die wilde een oplossing hebben. En ja, een leuke avond daar gehad met Theo. En de volgende dag werd je wakker. Nou ja, toen zei ik tegen hem, jongen. Het is nog steeds een goed idee, jongen. Ik ga het eigen kantoor hier beginnen. Ja. En de volgende dag werd ik inderdaad wakker. Ja. Stralende zon, april, in mei, nee, begin mei of zo. Ja, zo is het gekomen. Ja, ja. Voor Nederlanders. Voor Nederlanders. Dus ja. Puur alleen Nederlandse bedrijven die ondernemen in Spanje ook heel of daar wonen. Hè? Ja, ja. De Nederlandse taal, daar gaat het om. Hè? Ja, oké. Okay. En of het nou taal is of... Ja, taal is heel breed. Ja. Je kan dezelfde taal spreken, maar je hoeft niet altijd dezelfde taal te spreken. Ja. Zeg maar. Nee, maar het gaat dus niet om...
Kijk, je kan een vertaler erbij nemen, ja. Maar dan krijg je een letterlijke vertaling. Van de contracten. Het gaat meer om de bedoeling, het oogmerk. Wat wil je nou eigenlijk? En wij begrijpen elkaar beter dan dat jij een Spanjaard begrijpt. Omdat de woorden net iets anders zijn. De geschiedenis van de Spanjaard anders is. Een ander oogmerk heeft. Ja. Dus dat proberen we op te lossen. Ja, nou, superleuk. Ja, die creativiteit die ook wel een beetje van jou afstraalt. Die probeer je dus ook gewoon binnen jouw kantoor iedere keer heel erg te enthousiasmeren. Ja, ja. Ik las ook ergens van dat je echt een heel erg hekel aan de ja-maar-cultuur hebt. En dat is heel Nederlands natuurlijk. Ja, Nederlands en zeker in wat grotere bedrijven wordt er altijd gewoon het wegredeneren van allerlei goede ideeën en plannen. Ja. Dus jij probeert wel ook binnen jouw bedrijf dat altijd, heb je in je leven, denk ik, niet alleen je bedrijf, ook je gezin waarschijnlijk al. Ja, juist. Altijd wel te enthousiasmeren. Maar ik gun het mensen om ja te zeggen zonder dat er meteen de beperking achteraan komt. Hè? De reden waarom je het niet zou moeten doen. Die zijn er soms wel, maar ga ervan uit dat iets kan. Dat je ergens in gelooft. Als iemand met jou met een verhaal komt, zeg niet meteen, ja, maar dat is te duur of dat is onprettig of niet handig. En weet je wat, hoeveel tijd het kost. Nee, joh, kom op, hè. Zie je in ieder geval de kans en dan... Mag ik je trouwens stok van nemen? Ja, tuurlijk. Ah, gelukkig. Ja, hij knalt er wel echt in, hoor, vind ik. Hij is oké. Ja. Maar zijn er nog meer van dit soort initiatieven naast het... Of initiatieven, plannen, ideeën, ambities, waarvan je denkt, nou, daar ben ik nu mee bezig. Of dat vind ik leuk om te delen. Om te delen niet zozeer. Nee. Maar ik laat me wel iedere dag bij spreken inspireren door iets wat gebeurt. En dat gun ik iedereen. Ja. Ik hou op kantoor eens in een paar weken een bijeenkomst en dan ga ik al die dingen neem ik door. Want ik vind dat ons hele team vol met positivisme moet zitten. Als je bij ons binnenkomt moet je het gevoel van ik ben welkom. Mm-hmm. Wat een prettige mensen. Ik word gezien en er wordt naar me geluisterd. En als je weggaat dan krijg je een kop koffie mee. En als je, eigenlijk zou het overal zo moeten zijn natuurlijk. Ja, maar dat is natuurlijk niet overal. Ik gun het iedereen om zo met zijn eigen bedrijf om te gaan. En ik gun het iedereen om zo behandeld te worden. Ja. Zo wil je zelf ook behandeld tuurlijk, worden. Tuurlijk, ja. Dat is al vaak het uitgangspunt. Ja. Hè? Nou, hartstikke leuk. Ik geloof dat er daar al een kleine... Ik denk dat Sam er al aankomt. Echte tapa's, ja. Kijk, dat ziet er goed uit, zo hè? Zo ziet het inderdaad uiteindelijk uit. Alsjeblieft. Dank je wel. Alsjeblieft, meneer Chambrère. En het ruikt er nog lekker. Heerlijk, dat vind ik ook. Ja. Eet smakelijk. Dankjewel, Sam. Dus dit zijn Dit zijn inderdaad de gambas. Met, zoals je ziet, dus de paprika dressing, pompoen en de morse spiezen. Super, nou dankjewel. Eet smakelijk. Leuk dat je hier was en heel veel succes. Dankjewel. Ja. Bedankt. Bedankt, hè. Super. Bedankt. Tot ziens. Doei. En denkt u thuis, ik zou dit gerecht nou ook wel willen maken? We zorgen ervoor samen met Sam dat het op onze Facebookpagina komt. Tjaart, ik wil jou ook graag bedanken voor jouw creatieve bourgondische toevoeging aan het geheel. leuk om wat van jouw bezigheden, smaakmakende bezigheden voor de stad te weten te komen. En dit was Smaakmakers en volgende week zijn we er weer met een nieuw smakelijk gerecht en een nieuwe smaakmakende gast. Graag tot dan. Eet smakelijk. Leuk, joh. Proost. Ach, nog een slokje. Ja. Dat is aftiteling. Prima, ja.